Wat zijn de grootste problemen in het zorgdossier? Het eerste probleem zijn natuurlijk de kosten op dit moment. We zien de afgelopen jaren, en dan zijn ik al 10 jaar bezig, dat de zorgkosten snel stijgen. Dat geldt zowel in de curatieve zorg, dus de arts en de ziekenhuizen, als ook in de ouderenzorg. Het stijgt veel sneller dan het nationaal inkomen. Het is daardoor ook wel een grote post binnen de overheidsfinanciën. Binnen de curatieve zorg denken we dat toch met name de vraag snel toeneemt. Dus er is tegenwoordig heel veel mogelijk. De technische ontwikkeling gaat heel snel. De kwaliteit gaat ontzettend vooruit. Maar daardoor neemt ook wel de vraag toe en nemen de kosten toe. We hebben ook wel beleid gevoerd om de wachtlijsten weg te werken. Dat heeft ook tot kostenstijging geleid. Binnen de ouderenzorg zien we ook de kosten snel stijgen. Dat heeft voor een deel te maken met vergrijzing, maar dat is eigenlijk toch maar een klein deel van de verklaring. En de grote verklaring, de grote factor is daar ook de toegenomen vraag en de hogere eisen die we tegenwoordig stellen. We willen kwaliteitsverbetering hebben in de zorg. En dat heeft een prijs. En die prijs die moet door de politiek verzonnen worden. Ja, dit is natuurlijk iets wat collectief geregeld is en ook collectief gefinancierd. Dus de politiek is hier aan zet, samen met de verzekeraars overigens. En omdat we het met z'n allen financieren, komt het ook in de overheidsbegroting terecht. Het is iets wat aan iedereen opleggen. Politieke oplossingen kan soms heel gevoelig liggen, heel moeilijk liggen. Zie je oplossingen? Er moet een oplossing komen. Als het in dit tempo doorgaat, dat houden we niet vol. Dan komen we op veel te hoge belastingen over een aantal tientallen jaren. Dus het moet een keer opgelost worden. Ja, de oplossingen zijn niet zo makkelijk. In de curatieve zorg is natuurlijk toch de vraag, durven we op een gegeven moment grenzen te stellen aan de zorg? Durven we te zeggen van, nou ja, deze zorg zit wel in het pakket en die zit niet in het pakket? We hebben de afgelopen tijd daar discussies over gehad. De ziektes van Pompe en Fabrie, waar natuurlijk het College voor Zorgverzekering heeft voorgesteld om ze uit het pakket te halen. Dat ligt gewoon geweldig gevoelig. Tegelijkertijd moeten we wel op een gegeven moment, denk ik, toch grenzen gaan stellen daar welke zorgen we wel en niet meenemen. Het kabinet heeft dat ook vastgelegd in het regeerakkoord. We gaan kijken naar kosteffectiviteit. Dus we willen toch ergens dat er een verhouding bestaat tussen de baten van zorg en de kosten van zorg. En dat kan hard zijn dat je op een gegeven moment zegt van nou ja, deze kosten, hier zijn de kosten wel erg hoog in verhouding tot de baten. En dat zou je dus niet moeten doen. Het ligt wel heel gevoelig. We zien ook dat de politiek daar moeite mee heeft. Met name één manier zou zijn het vastleggen in het pakket, in het verzekerde pakket. Nou, dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn. Dat levert gewoon heel veel discussie op. Er is ook idee geweest om wat lichtere ziektelast uit het pakket te halen. Dat is ook lukt niet. Waar we nu de hoop op is om toch artsen te overtuigen in hun beslissingen. Wat zorgvuldiger te kijken van is dit allemaal nog wel nodig, ook in samenspraak met de patiënt. En misschien moeten we ook nog wel gaan kijken naar de opleiding van de artsen. De artsen zijn zich wel bewust van dat kosten uiteindelijk ook een rol spelen. Maar ze kennen niet altijd de kosten. Dus ik denk ook het informeren van artsen over, ja, dit is wel een effectieve behandeling, maar is ook wel erg duur. En ga er iets meer zorgvuldig mee om, ga ik weer met de patiënt in discussie daarover. Dat een manier is om dat te doen. Ik denk uiteindelijk moet je toch ook wel iets aan je verzekeringsstelsel doen. Dus iets meer eigen risico bij mensen, iets meer eigen verantwoordelijkheid bij mensen. Dat is toch wel nodig om de kosten daar te beperken. Bij de ouderenzorg hebben we natuurlijk nu een grote stap gemaakt. Het wordt gedecentraliseerd naar de gemeentes. Het wordt overgeheveld naar de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En daarmee is het stelsel toch wel, het is een hele fundamentele verandering. We hadden een verzekeringsstelsel waar iedereen recht had op bepaalde zorg. Dat gaat nu naar de gemeentes. Dan wordt nu per individu bekeken, ja, welke zorg heb je nou eigenlijk nodig. Dus ik denk dat zal zeker werken ook. Dat zal kostenbesparend zijn. Het roept wel weer nieuwe vragen op. Van, ja, hoe bestendig is dit en lukt dat allemaal? Het is een heel spannend overgangsproces. Maar daar is denk ik wel een belangrijke stap gezet. We zitten nu midden in een economische crisis.
Heeft dat er iets mee te maken met een oplossing? Kun je zeggen, als deze crisis voorbij is, dan is er meer geld en dan komt het helemaal niet zo nauw meer? Nee, ik denk dat dit wel doorgaat. Het rare is dat we eigenlijk de afgelopen jaren zelfs zien dat de kosten vanzelf een beetje aan het dalen zijn. Dus enerzijds gedwongen door de budgettaire nood. Maar dit jaar zien we opvallend dat in de ziekenhuizen ook het aantal opnames en de vraag van patiënten afneemt. En dat zou wel eens een stukje met de crisis te maken kunnen hebben. In een crisis ga je iets minder snel zeggen tegen je werkgever, ik ga even 3 maanden tussenuit voor een operatie. Mensen worden toch iets zorgvuldiger misschien met hun gezondheid. En ik denk in tijden als het weer goed gaat, ja, dan moet je toch actief een grens blijven stellen. De technologie gaat zo hard. We kunnen zoveel in de medische wereld. Er komt een hele vloedgolf op ons af van nieuwe technologie, personalized medicine, waar je echt per individu gaat kijken welke medicijnen je nodig hebt. Heel effectief, maar ook verschrikkelijk duur. Dus ik denk dat we er niet vanaf zijn. Maar dan raak je ook met al die nieuwe middelen, technische middelen, raak je ook een stuk ethiek. Van op welke leeftijd is het nog zinvol om iemand een 100.000 euro op durende operatie of kostende operatie te geven. Die vragen worden ook zorgvuldig vermeden. Ja, de ethiek speelt zeker bij de meer levensbedreigende zaken. Ik denk dat iedereen daar ook wel over eens is dat je dat voor iedereen moet houden. Je kunt je wel voorstellen, iets minder levensbedreigende zaken, dat je op een gegeven moment zegt, ja, hier zit toch een grens. Of dat je zegt van, nou ja, u kunt deze behandeling wel krijgen, maar dan moet u zelf wat bijbetalen. Maar het is een heel spannend raakvlak met ethische vragen. Maar voor de minder noodzakelijke zorg moeten we dat ook niet overdrijven. Er is natuurlijk ook van alles uit het pakket gehaald. Fysiotherapie is eruit, tandheelkunde, mondzorg is eruit. En ik denk dat er best wel gebieden zijn waar je af kunt vragen, ja, hoort dat allemaal nog wel in het pakket? Of wordt dat toch ook meer gewoon normale consumptie waar mensen zelf over beslissen? Ik denk wel dat we naar een wereld toe gaan waar mensen meer eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid. Misschien ook meer eigen verantwoordelijkheid willen hebben. Meer inspraak welke ze zorg ze krijgen. Ja, en als je meer keuze gaat toelaten, dan past dat daar ook bij dat je daar ook de financiële prikkels aan koppelt. Dus ook tegen mensen zegt, nou, u kunt deze zorg krijgen. U kunt dit luxere zorg krijgen, maar dan hoort er ook een andere prijs bij. Het lijkt of er een verband is tussen de zorg en de pensioenproblematiek, het aging-verhaal. Er zit enerzijds verband dat de kosten stijgen vanwege de vergrijzing. Er zit ook een verband, denk ik, dat we er wat anders over moeten gaan denken. Zowel in de pensioenen als in de zorg hebben we natuurlijk in Nederland hebben we het zeer collectief goed geregeld. Uniform voor iedereen. Verplicht voor iedereen. Pensioen hebben we ook geen keuze. Via je werkgever ben je automatisch bij je pensioen aangesloten. Ik denk in beide werelden dat we moeten gaan kijken naar meer eigen verantwoordelijkheid en ook iets meer maatwerk. En daar is een interessant raakvlak tussen pensioenen en zorg, met name ouderenzorg. Een belangrijk deel van pensioenen gaat besteed worden aan de ouderenzorg. En misschien willen mensen daar ook wat meer inspraak over, hoe dat wordt besteed. Dus ik kan me heel goed voorstellen, en dat zien we in andere landen, zie je dat meer eigenlijk dan in Nederland, dat mensen op het moment dat je met pensioen gaat, dat er besproken wordt, ja, waar ga je je pensioengeld eigenlijk aan besteden? Is dat aan aflossing van je huis? Is het aan een vast inkomen elk jaar? Wil je misschien iets reserveren voor een verzekering, voor als je nog eens een keer zorgbehoeftig bent? Dus ik denk, Dat moet meer individueel maatwerk worden en wat meer keuzevrijheid. En ik kan me heel goed voorstellen dat een deel van je pensioen gereserveerd wordt voor een goede verzekering. Stel dat je nog eens een keer in een verpleeghuis terechtkomt. En de ene zal tevreden zijn met de zorg die straks bij de gemeente wordt geboden. De ander zal zeggen, nou, ik regel dat toch liever zelf en ik wil mijn eigen arrangement verzinnen. Dus ik denk daar een heel belangrijk raakvlak zit. Hoe ziet het ideale zorgplaatje voor Nederland eruit als je praat over de verhoudingen tussen overheid, verzekeraars, zorginstellingen, burgers? Wauw, het ideale zorgplaatje. Een van de grote problemen in Nederland is nog wel het chronische, hardnekkige verschil tussen hoge opgeleide en lage opgeleide in gezondheid. De hoogopgeleide leven gemiddeld 7 jaar langer dan de lage opgeleide.
Dat is echt een hele hardnekkige kloof. En die lijkt niet vanzelf af te nemen. Ik denk dat je daar in de toekomst, als je vraagt het ideale plaatje, dat je daar in de toekomst wat aan zult moeten doen. Die opleidingsniveau heeft waarschijnlijk ook te maken met levensstijl. Het heeft te maken met levensstijl. Heel belangrijk, ja. Dus ik denk dat je mensen bewust moet maken hoe belangrijk levensstijl is voor je gezondheid. Dus roken, obesitas, dus ook gezond leven, niet te zwaar worden. Dat zie je in andere landen, zie je dat ook. Veel welvaartsziektes zie je toch met name bij de lagere inkomens, lagere opleidingen. Ik denk daar een belangrijke taak ligt voor de mensen zelf, om daar heel goed bewust van te zijn. Ik denk ook wel voor de overheid, want dit zijn gewoontes die je op hele jonge leeftijd in je jeugd aanleert. Dus net zoals we onderwijs collectief hebben geregeld, moet je misschien ook onderwijs in gezondheid collectief regelen. Als je dat goed hebt geregeld, dan kan je later in het leven mensen meer eigen verantwoordelijkheid geven. En dan kan je ook wat meer eigen risico in je verzekering leggen. Dus het ideale wereld is denk ik inderdaad, de overheid moet stimuleren dat mensen gezond leven. Vroeg in het leven, net zoals bij het onderwijs. Daarna meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger. En verzekeraars hebben daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij, bij het beheersen van de kosten in de zorg. Ja, overheden op verschillende niveaus, ook binnen Nederland en binnen Europa, hebben al die stappen gezet. Er mag niet meer gerookt worden in restaurants, in cafés en openbare ruimtes waar mensen werken. Nu begint ook de grens van alcohol in Nederland, wordt opgetrokken van 16 naar 18 jaar. Er wordt steeds meer. De ene zegt negatief betuttelend, de andere zegt positief, strakker opgetreden van wat we vinden dat goed is. Ja. Mensen leren met name jong in het leven. Daar zijn mensen heel gevoelig voor de omgeving. In de jeugd zit heel sterk kopieergedrag. Dat is op scholen, en dat begint eigenlijk al hele jonge leeftijd. Voedingsgewoontes worden al in de eerste levensjaren aangeleerd. Ik denk dat daar een taak ligt voor de overheid. Dus betutteling, af en toe is het nodig. Economen zijn het algemeen voor eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor mensen. Maar wat betreft levensgewoonten, heeft de overheid een taak via het onderwijs. Later in het leven zou je het meer aan mensen zelf over kunnen laten. Dus als mensen dan zeggen van nou ja, ik kies bewust voor slechte levensgewoonten, nou, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Je kan ze wijzen op de consequenties daarvan. Maar daar zou je zeggen, dat is dan eigen verantwoordelijkheid voor mensen. Maar vroeg in het leven is er een taak voor de overheid. Als de overheid dat goed regelt, dan kun je later in het leven makkelijker het aan de individuen overlaten. Dat is ook een beetje hoe je solidariteit organiseert. Die is nu sterk in het zorgstelsel. Dus mensen met een zwakke gezondheid geven meer zorg dan mensen met een goede gezondheid. Eigenlijk zou je die solidariteit meer aan de voorkant organiseren. In de jeugd van mensen. Dus zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft op goede gezondheid, en dan hoef je het minder achteraf te organiseren. Als je kijkt naar de Nederlandse zorgaanpak en vergelijkt het met Europa, zijn de problemen identiek of zijn er fundamentele keuzes gemaakt in andere landen die minder of meer problemen hebben? Nou, Nederland loopt wat betreft de curatieve zorg aardig in de pas met het buitenland. We springen eruit in de langdurige zorg. In de ouderenzorg, die is in Nederland buitengewoon royaal geregeld. Daar zit ook wel geschiedenis aan vast. We hebben een sterke traditie van intramurale zorg, dus het opnemen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Heeft ook een beetje te maken met de woningnood na onze Tweede Wereldoorlog, waar we inderdaad echt hebben gestimuleerd dat mensen bij het bereiken van de pensioenleeftijd naar een verzorgingshuis gingen. Nou, ik denk dat we daar nu belangrijke stappen zetten in de richting van terug. Mensen zo lang mogelijk thuis houden in de eigen omgeving. Dus daar leren we denk ik wat van het buitenland. In de curatieve zorg hebben we natuurlijk een heel interessante ontwikkeling in Nederland met de gereguleerde marktwerking. Daar wordt in het buitenland sterk naar gekeken wat de ervaringen in Nederland zijn. Dat begint naar, lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Het heeft een aanloop gehad voordat verzekeraars hun rol oppakken. Verzekeraars hebben nu ook pas echt de volledige prikkels om hier voor kostenbesparing te zorgen. En ik heb wel goede hoop dat dat in de komende jaren echt tot kostenbesparing gaat leiden. En daar zit het buitenland erg sterk naar te kijken of dat voor hen ook een model is wat gekopieerd kan worden.